De 18 nieuwe districtscommissarissen zijn vandaag officieel geïnstalleerd in de congreshal. Dat geschiedde door het opzetten van het hoofddeksel van de DC's door de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emmanuel. Tinrita Gobardan, districtscommissaris van Ikeri, sprak een dankwoord uit namens alle DC's die beëdigd en geïnstalleerd zijn. Minister Emmanuel gaf de nieuwe DC's aan dat zij de leiding hebben over de bestuursdienst en dat zij de regering op regionaal niveau zullen moeten uitdragen. U heeft het vertrouwen in ons gesteld om samen met u als regering en samenleving verder vorm en inhoud te helpen geven aan de ontwikkeling van dit land. En dat vertrouwen dat u in ons gesteld hebt zal niet worden beschaamd. Het land staat voor grote uitdagingen en namens mijn collega districtscommissarissen kan ik u verzekeren dat wij als een eenheid uw beleid zullen ondersteunen en conform de belofte die aan de samenleving is gedaan ook zullen uitvoeren. Als burgervader, moeder van het district dient u een duidelijke ontwikkelingsvisie te hebben. Welke ertoe bijdraagt dat het beleid van deze regering goed wordt uitgedragen. Verder dient u een goede manager en leider te zijn. Met een hart voor Suriname in het algemeen en in het bijzonder voor de burgers van het district. Als burgervader-moeder staat u in dienst van de burgers. DNA-voorzitter Marinus B. zei dat de nieuwe DC's een grote uitdaging hebben aanvaard. Maar dat de regering het vertrouwen heeft dat zij het zware werk zullen voltooien. Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf aan dat de DC's als directe werkarm van de regering in de districten genoeg handvaten ter beschikking hebben. Met de nodige creativiteit en inventiviteit zullen zij een bijdrage moeten leveren aan de crisis waarin Suriname zich bevindt, benadrukt Brunswijk. Als regeringsvertegenwoordiger rust een enorme verantwoordelijkheid op uw schouders. Vanaf dit moment is het uw verantwoordelijkheid om uw district tot ontwikkeling te brengen. Ieder succes dat bereikt wordt in het district zal aan u worden toegeschreven. Deze, ik wil dit herhalen. Ieder succes dat bereikt wordt in het district zal aan u worden toegeschreven. In het kader van de decentralisatiegedachten zullen wij samen met u met inachtneming van de wettelijke regelingen naar de modaliteiten uitkijken hoe de inkomsten in de districten kunnen worden verhoogd, zodat u ook in staat bent om op districtsniveau noodzakelijke uitgaven te kunnen doen zonder interventie van de centrale overheid. Dat was vicepresident Ronnie Brunswijk en daarvoor DNA-voorzitter Marinus B. Ze spraken vanmorgen bij de installatie van de 18 nieuwe DC's.